In mijn functie van nieuwbakken HR-manager van Volvo Parts & Trucks ben ik hier naar de Buffalo's gekomen omdat iedereen hier de perfecte mindset heeft en skillset om first-line manager te worden. Valies bijvoorbeeld. Hij heeft ongelooflijke people skills en zijn geboren leider. Ja of ja? Ze zeiden dat toch? Ah, maar kijk dan naar mijn man vullen, onze man. Vandaag moet hij om 8 uur bij de Volvo beginnen. Nee, maar ik lig hier onder contract. Ja, maar ja, ze kunnen zij daar ook een contract aanbieden met superveel extra legale voordelen. Zijn aan een goeie restaurant, 3 euro voor de maaltijd. Zijn aan de sauna, je kunt daar goedkoop een Volvo leasen. Alleen maar voordelen. En je moet niet meer in je korte broek een plat veld opgejakkerd komen bij de regen en al die toestanden. Allee, is het niet zit? Nee, merci. Helder. Sven. Ik ga je moeten ontgoochelen. Allee, is dat me nog trouwens gezegd om hier naar de Buffalo's te komen, dat ik hier echt volk ging vinden? Ja, maar de Buffalo's, dat zijn wij niet alleen. Hè. Dat zijn alle supporters van de Gantoise. Ja. Misschien moet je zondag eens terugkomen. Ah, dat is gedacht. Dat ga ik doen. Het is tegen Cercle Brugge dat speelt, ja, zeker. Haalbare kaart, denk ik. Het is Barcelona niet, het is Bayern München niet, ja, ja. Manchester United, dat zijn die mannen niet. Hè. Weet wat? Oké, hij komt niet bij de Volvo werken, nee. Maar win maar op zondag. Oh, dat is een deal. Het is afgesproken. Voilà, ik heb toch een dealje kunnen maken.